Nou, Kim Choa, welkom hier bij op kantoor van Crowded Vision en DeelkInNederland.nl. Je bent de oprichter van onder andere Flow2 en Heel Nederland Deelt. Dus je bent behoorlijk al druk al een tijd lang in de deeleconomie. Waar komt jouw interesse vandaan? Ik ben van oorsprong jurist. Ik ben 20 jaar heb ik in de rechtspraktijk gewerkt, waarvan 10 jaar als advocaat. En in 2011 heb ik een boekje geschreven, Persoonlijke bewustwording en vrije markt, 26 inzichten voor een nieuwe manier van leven. En daarin beschrijf ik eigenlijk in 26 kleine hoofdstukjes, eigenlijk van A tot en met Z, over anders denken, bewustwording, carrière en werk, democratie en politiek, economisch systeem, financieel systeem, tot en met zingeving, beschrijf ik mijn inzicht over mens en maatschappij. En dat draait eigenlijk om een aantal thema's, eigenlijk twee tegenstellingen. De tegenstelling tussen vrijheid en slavernij. En dus individuele vrijheid ten opzichte van onvrijheid ten behoeve van het collectief. Mm-hmm. En het andere is eigenlijk het concept van laissez-faire ten opzichte van politieke interventie. En dus je kan dingen laten gebeuren. Of je kan je constant ergens mee gaan bemoeien. Nou, ja. De hele samenleving eigenlijk, waarin mijn leven is gebaseerd rondom rationaliteit. Rondom, in mijn beleving, onvrijheid. Rondom interventionisme. Iedereen bemoeit zich constant met een ander. Terwijl we eigenlijk mensen en groepen mensen of processen eigenlijk moeten laten gebeuren. Mm-hmm. Want daardoor ontstaat voor dat individu, of voor die groep mensen ontstaat een soort van inzicht en ontstaat ook een soort van, laat ik zo zeggen, evolutionair proces. Hè? Dat boekje dat werd gelezen door de oorspronkelijke ontwikkelaar van Flow2. Mm-hmm. Hij nam contact met mij op en hij zegt, ja Kim, ik vind het heel interessant wat jij beschrijft, eigenlijk die transitie waar we nu middenin zitten. En ik zeg, dat is eigenlijk de transitie waarin wij als individuen nu kunnen besluiten of mogen besluiten om de baas te worden over ons eigen leven. Ja. En dus we zijn tot op heden altijd geregeerd. Vanuit de vroegste tijden door mensen met een zwaard, door koningen en nu is het dan door blauwe envelop. Door blauwe envelop. En nu is dat dan onder de mond van democratie. Ja. Wat natuurlijk geen vrijheid is, maar het is een zachte vorm van dictatuur, zeg ik altijd. Mm-hmm. Want uiteindelijk is het management at the point of a gun. Maar nu, met internet en met onze eigenlijk intellectuele ontwikkeling, onze spirituele ontwikkeling, staan we aan de vooravond van eigenlijk de laatste stap in ons ontwikkelingsproces als mens. Dat is begonnen met de verlichting, namelijk dat wij verantwoordelijkheid dragen voor de consequenties van onze keuzes. Mm-hmm. En dat wij door zelforganisatie, door zelfregulering, door zelfempowerment onszelf gaan regeren. Nou, dat is eigenlijk de kanteling die we zowel maatschappelijk zien. Daarom zit er in mijn beleving heel veel stress in de samenleving, in die ouderwetse structuren als politiek, banken, monetaire systeem. Mm-hmm. In de retail, daar zijn voor andere gedragspatronen, omdat mensen wijzer worden. Mensen worden zelfstandiger. Nou, en die oude systemen zijn allemaal gebaseerd op afhankelijkheid creëren. Ja. Nou, daar vindt de transitie plaats. Dus in de samenleving, maar ook dus in de economie. En de deeleconomie, dat ik zo maar zeg, faciliteert in feite die ontwikkeling naar meer zelfstandigheid. Want op het moment natuurlijk dat we met elkaar efficiënter gebruik gaan maken van de spulletjes die er allemaal zijn, dus die ooit zijn gekocht of aangeschaft door bedrijven, door particulieren of not-for-profit organisaties. Op het moment dat we dat met elkaar gaan gebruiken, wordt de afhankelijkheid van die ouderwetse structuren, dus mm-hmm. bijvoorbeeld kredietverschaffers of fabrikanten, minder. We gaan beter gebruiken wat we hebben door gebruik te maken van internetplatformen en dat creëert zelfstandigheid ten opzichte van de, hoe kan je het zeggen, elite, ouderwetse, gevestigde orde en dat soort dingen. Nou, dat, dus die oorspronkelijke bedenker van Flow2, die kwam bij mij en die zegt, dit past wel helemaal bij,
laat ik zo zeggen, bij mij. Mm-hmm. Met mijn juridische achtergrond, met mijn zakelijke achtergrond, met mijn visie op mensen en maatschappij. En wij zijn gaan samenwerken. Dat was in de zomer van 2011. En in 2012 hebben we dat geformaliseerd. En ja, sindsdien ben ik ondernemer, mede-ondernemer in de deeleconomie. Ja, en hoe lang bestond het platform toen al, Flow2? We zijn in de zomer van 2011 er ook mee begonnen. En die is, Flow2 is eigenlijk al heel snel gelanceerd, namelijk al in mei, juni 2012. Toen hebben we het specifiek gemaakt voor de bouwsector. En later, eigenlijk al een half jaar daarna, hebben we gezegd, nee, dat moet anders. We moeten eigenlijk een one-stop-shop platform maken, dus een algemeen deelplatform waarop alle bedrijven overal ter wereld in alle sectoren hun overcapaciteit via ons platform kunnen gaan verhandelen. We hebben het vanaf het begin van ook gezegd, we maken er een internationale onderneming van, mm-hmm. Want we gezien dat we eigenlijk de eerste zijn in de wereld die met zo'n platform zouden lanceren. We zeggen, nou, we maken een internationaal platform van. En daar vandaan, daarop gaan we bouwen. Ja, grappig, want als je kijkt, dus even voor mensen die Flow2 niet kennen, Flow2 is een asset sharing platform tussen bedrijven. Dus stel bijvoorbeeld, ik heb een hoogwerker waarmee ik af en toe die ramen was, stel ik zou dat doen, die gebruik ik misschien één keer in de maand. En de andere dagen kan ik hem delen of intern of met andere organisaties, al niet tegen geld. Dat is er even op plat geslagen. Ja, dus als je goed kijkt, dan, maar dat heeft weer een, laat ik zo zeggen, heeft weer een basis. Ik kijk altijd, oké, wat is de oorsprong? Wat je ziet is dat we in die transitie, dus van een lineaire economie, van een take, make and dispose economie, gaan we naar een circulaire economie, waar de bedoeling is dat eigenlijk alle materialen, material flow, zou ik maar zeggen, in de loop blijven. Dat betekent dat we niks meer weggooien, maar dat we in feite alle materialen, ijzer, polymeren, papier, dat we zorgen dat dat weer dient als materiaal of grondstof voor nieuwe producten. Mm-hmm. Dat is de circulaire economie. Een belangrijk onderdeel van die circulaire economie is hoe we omgaan met de spulletjes die we hebben. Nou, want we willen ook dat dat efficiënter gebeurt. Dat geldt met huishoudelijke apparaten, zoals een boormachine of een auto, maar dat geldt ook voor alle materiële vaste activa, maar ook met de kennis en kunde die bedrijven op de balans hebben staan. Mm-hmm. Dus, en daar is ook heel veel winst te behalen. Hè. Dus die transitie naar circulaire economie vindt plaats op het niveau van het individu, maar ook op het niveau van het bedrijf. Nou, in individuele deelplatformen waren er al. En wij hebben gezegd, nou, voor bedrijven die circulair gaan handelen, is die deeleconomie, het asset sharing, heel erg een hele belangrijke tool. Mm-hmm. Om dat circulair handelen inhoud en vorm te geven. En eigenlijk moet je het zo zien, is dat elke ondernemer wordt in feite de verhuurder van zijn eigen assets. Van een truck, een auto, een vierkante meter of gereedschappen of machinerieën. Mm-hmm. Maar het wordt ook de uitzender van zijn eigen personeel. Hè, want wat je wil is dat alles, alle assets die je hebt, hè, alles wat strekt voor de productie van jouw product of voor jouw dienst, dat zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. In een nieuwe circulaire economie is het eigenlijk niet meer normaal dat we genoegen nemen met een bezettingsgraad van een machine van 40%, 50%, 60%. En wat je wil is dat je dat 100% bezettingsgraad krijgt. Hoe? Doordat anderen in feite zeggen, nou, ik koop bij John Deere of bij Caterpillar niet een nieuwe machine. Mm-hmm. Voor wederom een bezettingsgraad van 40%, 50%. Nee, die investering doe ik niet. Maar hoe ik mijn productieproces ga organiseren is door die machine te gaan huren bij een collega-ondernemer van mij. Waardoor dus grondstoffen aan de ene kant worden bespaard en efficiënter gebruik mm-hmm. wordt gemaakt van wat we hebben. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor personeel. Daar heeft eigenlijk twee kanten. Hè. Dus je kan zeggen, nou, ik heb tijdelijk bijvoorbeeld in de installatiebranche of zo, of in de bouw, zou het best wel kunnen zijn dat je personeel in loondienst hebt die even onderbezet zijn, hebben iets te weinig te doen. Nou, dan kan je alle ingewikkelde procedures starten rondom werktijdvermindering. Maar je kan ook zeggen,
of ontslag. Maar je kan ook zeggen, dan weet je wat, vind je het leuk om dat ik jou ergens bij een andere collega van mij laat inzetten om daar werk te gaan doen. Ja. Ja, kan die werknemer zeggen, dat vind ik leuk. Of die werknemer kan zeggen, goh, werkgever, in het kader van mijn eigen leerproces, van mijn eigen lang leven, een leven lang leren, vind ik het belangrijk dat ik bij dat bedrijf daar ga werken om te kijken hoe het daar gaat of om mijn skills te ontwikkelen. Ja. Dus op dat punt is zo'n deelplatform ook heel makkelijk in te zetten. Ja. En handig. En eigenlijk iedereen die ik heb gesproken over deeleconomie richt zich voornamelijk op consumenten. Waarom? Ze zien dat consumenten makkelijk snel keuzes maken en dingen gaan doen. En als je de vraag stelt van hoe zit het dan richting business? Zeggen ze, ja jongens, super interessante markt, mega potentie. Maar jongens, die bedrijven niet vooruit te branden. Oftewel, ik wil snelheid maken, dus ik ga me richten op de consumenten. Dus wat waren voor jou enerzijds de overwegingen om richting business te gaan? En wat zijn eigenlijk voor jou de manieren die je hebt gevonden om sharing wel te laten werken binnen een businessomgeving? Ja, in mijn advocatenpraktijk heb ik altijd bedrijven geadviseerd. En dus ik heb veel meer affiniteit altijd gehad in mijn zakelijke carrière met bedrijven. En dus dat was eigenlijk een logische stap, zou ik maar zeggen. Toeval bestaat niet. Dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon. Ja. Dus de hobbel, laat ik maar zeggen, ja, maar dan kan je veel minder snel tractie krijgen. Ja, die hebben we wel meegenomen, maar hebben we nooit echt als een belemmering gezien. We hebben gezegd, nou weet je wat, je moet er gewoon mee aan de slag. En we hebben ons geassocieerd bij een aantal organisaties die bezig zijn om bedrijven te helpen naar die omslag te maken naar de circulaire economie. En dus we zijn bij NVO Nederland terechtgekomen, bij de Groene Zaak in Nederland. We zijn bij de Circular Economy, in het Circular Economy netwerk gekomen. We zijn bij de Ellen MacArthur Foundation betrokken geraakt als een van de CE100 bedrijven. En dat is voor ons wel een soort van springplank geweest, of het heeft ons een podium gegeven, waardoor wij die bedrijven, die koplopers rondom duurzaamheid konden bereiken. Ja, dus door echt te focussen op duurzaamheid, dan kom je in ieder geval al op een bestaande agenda terecht. En vervolgens hebben ze een belofte van, jongens, wij zijn duurzaam. En je zei, jongens, hè, mooi geluld, maar hiermee kun je het gaan doen, we gaan aan de slag. Ja, right. Dus dat hebben we gedaan. En dan zie je natuurlijk dat koplopers zijn die het oppakken. Nou, die hebben we. Bijvoorbeeld laatst is VDL Groep. Dat is natuurlijk een heel groot industrieel conglomeraat in Nederland. Die heeft onze interne marktplaats nu in gebruik. En daarvan is de doelstelling dat in feite de 60 Nederlandse dochterondernemingen, of 60 Nederlandse bedrijven die behoren tot de holding, dat die ook nu zo efficiënt mogelijk omgaan met de machinerieën die hebben, met de voorraden en met de gereedschappen. Dus je ziet nu dat daar steeds meer gebruik wordt gemaakt van ons platform om dat wat er is en niet gebruikt wordt of onvoldoende gebruikt wordt, om dat transparant te maken. En hoe zorg je er binnen zo'n bedrijf voor dat dat gaat gebeuren? Want uiteindelijk, hè, iedereen snapt het totaalplaatje. Maar vervolgens, hoe zorg je ervoor dat er binnen zo'n bedrijf ook echt tractie komt op zo'n intern platform? Dus het probleem, laat ik zomaar zeggen, van adaptatie bij bedrijven zit er maar in dat we, zoals ik zeg altijd, we eigenlijk een nieuwe post op de winst- en verliesrekening introduceren. Dat is omzet uit verhuur van mijn tijdelijk stilstaande capaciteit. Dus dat is al, radicaal. En de tweede is dat we eigenlijk ook binnen bedrijven een nieuwe functie introduceren. En dat is de functie van de asset manager. Dat is namelijk diegene die binnen de organisatie, of de personen binnen een organisatie, die verantwoordelijk zijn om te identificeren, oké, wat hebben we allemaal staan binnen het bedrijf, hè? Mm-hmm. Van het souterrain tot de zolder, aan alle schappen en hier in de kast, wat hebben we daar staan en wat andere collega's van mij mogelijk zouden kunnen gebruiken. Ja. Nou, en wil je natuurlijk als organisatie zo ver komen, dan moet er een directie zijn die zegt, goed idee. Dan moet er management zijn die beleid erop gaat maken, of zegt, goed idee, maar hoe gaan we dat spel spelen? En er moet natuurlijk iemand aangewezen worden die dat gaat uitvoeren. En het
andere hobbeltje is, is dat natuurlijk eigenlijk het een door alle medewerkers binnen die organisatie ook wordt gedragen. Mm-hmm. He, want, en dat is een van de belangrijkste hobbels waar je tegenaan loopt, is dat in elke transitie, van welke aard en in welke vorm dan ook, uiteindelijk gaat om de bereidheid van mensen om anders te gaan denken en anders te gaan doen. Hè. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus het proces waar wij of waar bedrijven in zitten rondom de transitie naar circulaire economie, is eigenlijk te vergelijken met de tijd dat individuele huishoudens nodig hebben gehad om een afval te scheiden. Dus er moet iemand, er staan mensen, vier mensen in de keuken. Dat is een ouders en twee kinderen. En die moeten met elkaar zeggen, oké, dit is karton, dit is plastic. En dit is organisch afval en dat moet zo verdeeld worden. Iedereen moet dat spel willen spelen. Ja. Nou, dat heeft tijd nodig gehad, maar dat is heel succesvol. En binnen bedrijven moeten nu ook in feite een soort vanzelfde transitie plaatsvinden. Ja. Ze moeten op een andere manier kijken naar bedrijfsvoering. Ja. En kun je ook een voorbeeld geven van een van jouw klanten, hoe die succesvol zijn mensen heeft meegekregen? Want wat je aangeeft is heel erg herkenbaar. Die van de top kan een visie hebben, maar op de werkvloer zegt jongens leuk en aardig, maar lange termijn, korte termijn, heel ander verhaal. Dus kun je ook een voorbeeld geven van... Ja, nou dat gebeurt met name, en een goed voorbeeld is bijvoorbeeld Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, die van onze interne marktplaats gebruik maakt. Maar ook nu Radboud UMC, de technology centers, die hetzelfde aan het doen zijn. En dat is eigenlijk door een projectgroep op te richten. Iemand die in de portefeuille duurzame bedrijfsvoering heeft, plus de mensen van afdelingen of van verschillende, of van facility management of inkoop, die met elkaar zeggen, oké, dit vinden wij een belangrijk item, dit is een belangrijk onderwerp. En we gaan vanuit die projectgroep onze organisatie kantelen. Ja. Ja. Dus een roep in de woestijn gaat hem niet worden. Die roepen in de woestijn kan alleen als hij wordt gedekt door het management of door het bestuur. Mm-hmm. Maar het mooie is dat, dat via een projectgroep, dus een groep mensen met verschillende verbindingen in de organisatie, dat die het oppakken en zeggen, oké, jongens, we gaan het doen. Ja, en hoe zie je jezelf meer als een technologiebedrijf of meer als een soort van consultancybedrijf, want daarin ook de vervolgvraag van uiteindelijk hoe zorg je ervoor dat je ook als organisatie je unieke toegevoegde waarde behoudt bij interne marktplaatsen op momenten als alles staat? Ja, nou, dus ik zie, ik zeg, ja, maar Kim, wat doe jij? Nou ja, ik exploiteer een deelplatform, dat is wat wij doen. En dat deelplatform, dat helpt bedrijven om efficiënter om te gaan met de spulletjes. Op een moment natuurlijk dat bedrijven ons platform gebruiken, ga ik ervan uit dat tenzij er een concurrent op de markt komt, zij die tool blijven inzetten. Mm-hmm. Gaan ze terug naar de situatie voorheen? Nee, want dat platform is nou juist bedoeld om die capaciteit zichtbaar te maken. Ja. Dus dat is een tool die ze nodig hebben. Kunnen ze een eigen platform gaan maken? Ja, absoluut, kunnen ze ook doen. Maar waarom zouden ze dat doen? Kunnen ze gebruik maken van een ander platform? Ja, dat kan ook. Maar we gaan uiteindelijk niet meer terug. Als je één keer die kanteling hebt in gedrag, hè, dus de bedrijfsvoering is veranderd, mm-hmm, onder andere door zo'n interne marktplaats, dan gaan we niet meer terug naar de tijd dat die marktplaats er niet was. Of ja, dat met zo'n blaadje op de muur wordt gezet of zo, weet je wel. Nee, ja, met zo'n prikbord, dat gaat hem niet meer worden. Ja. Ja. Dus daar moet je op vertrouwen dat bedrijven in feite jouw tool blijven gebruiken. Ja, en naast Flowtool ben je een aantal jaar geleden ook met heel Nederland Deelt gestart. Volgens mij ook draait op dezelfde technologie. Ja. Wat is daar gebeurd? Nou, wij zagen dat dat in die Nederlandse deeleconomie, maar natuurlijk heel veel specialistische deelplatformen zijn voor consumenten. En we hebben gezegd, ik heb aan Rob gevraagd, mijn compagnon die verantwoordelijk is voor ICT. Ja, maar is het mogelijk om ons platform zo te ontwikkelen dat we eigenlijk ook de particuliere en not-for-profit organisaties kunnen faciliteren?
Nou, hij is ermee aan de slag gegaan en dat kon. Nou, en toen hebben we gezegd, nou weet je, wij geloven dus in niet zozeer in het succes van, op een lange termijn succes van die verticals, van die specialistische deelplatformen. Want op het moment dat delen mainstream is geworden, dan wil jij als consument of als gebruiker, zal ik maar zeggen, dan wil je gewoon één dashboard hebben waar vandaan jij alles wat denkbaar is wil gaan delen. Je wil niet op verschillende platformen gaan inloggen. Je wil één dashboard hebben en daar wil je boot delen, je auto delen, je boormachine delen. Je wil een klusje doen, dat wil je één overzicht hebben. En dat is ook het succes van bijvoorbeeld Marktplaats.nl. Die heeft ook niet een aparte marktplaats voor gordijnen, voor golfsets of voor auto's. Die hebben één dashboard. Ja. Nou, wij geloven in dat model. Dus volwassen markt wil in feite één dashboard, één algemene deelmarktplaats. Wat we ook hebben gezien is dat de hele marktontwikkeling van die deeleconomie heel erg Randstad georiënteerd was. En ja, wij komen van buiten de Randstad en we weten dat de wereld groter is dan alles wat rondom dan de A10. En daar zit natuurlijk ook de massa van gewoon de mensen die transitie naar die duurzame economie ook echt moeten vormgeven. Dat is gewoon echt, dat is heel belangrijk en die moet je ook bereiken. Dus we hebben gezegd, hoe gaan we dat doen? Nou, via een merk Heel Nederland Deelt, waarbij we tegelijkertijd hebben gezegd, delen is een lokale activiteit, dus we maken een landingspage voor eigenlijk elke gemeente in Nederland. Dus voor de 393 gemeentes in Nederland die er zijn, of inmiddels 391, hebben we gezegd, we maken een website Amsterdam Deelt, maar ook Oosterwijk Deelt, Tilburg Deelt, waardoor partijen op lokaal niveau zich met elkaar kunnen verbinden. Dus het is Heel Nederland Deelt is niet alleen een algemeen deelplatform waarop alles kan worden gedeeld, maar waar ook iedereen alles kan delen. Dus het is een platform voor particulieren, voor scholen, voor maatschappelijke en sociale organisaties, en voor sportverenigingen. Mm-hmm. Dus alles die zich op lokaal niveau beweegt, die kan nu die spulletjes met elkaar delen. Ja. En die andere platformen, ja, die zijn meestal specifiek voor een bepaalde doelgroep, particulieren. Ja. En daarmee sluit je eigenlijk ook weer een groot deel uit, hè? Ja, alleen pas had ik een interview met Juwel Malkone. Hij is de oprichter van ShareTribe, een soort van WordPress voor marktplaats software. En zijn interesse in ShareTribe kwam ook omdat hij ook zelf in het verleden ook een marktplaats heeft gebouwd. Niet altijd even succesvol, maar er wel heel veel geleerd. En hij gaf net ook aan, ja, uiteindelijk zie je dat de grootste kans op korte termijn succes is wanneer je richt op een vertical. Dus ik kan me voorstellen dat wat jullie doen ook weer een wat langere adem nodig heeft. Daarnaast, even los van ook de hele verandering in mindset en mensen. Wat doe je ervoor om dat soort processen te versnellen? Want uiteindelijk is langetermijn mooi, maar moet je ook op korte termijn kunnen overleven. Dus hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld binnen een stad, ik voor heel Utrecht deelt.nl, dat ook sneller gaat werken? Nee, we hebben één geluk dat we, laat ik zo zeggen, een investeerder hebben gevonden die geduld heeft. Want dit spel kan je, zal maar zeggen, kan je niet spelen als je ongeduldig bent. Mm-hmm. He, want je hebt het eigenlijk ook niet in de hand, want je moet een nieuwe markt maken. En wat is de nieuwe markt? Het is de markt van de deeleconomie. Wat is daarvoor nodig? Dat er gebruikers zijn die besluiten dingetjes te gaan delen. Zijn we daar al aan toe? Nee, nog niet iedereen is aan toe. Heel veel mensen vinden het eng. Dus we zijn nu 6 jaar verder. En je ziet dat er langzaamaan dus die verandering in mindsetting komt. Maar als jij als ondernemer, laat ik zo maar zeggen, daar gehaast in gaat zitten en je gaat allerlei kunstmatige of push-strategieën doen, dan wil dat niet zeggen dat dat tot effect leidt. Je kan wel allemaal zeggen, je kan wel zeggen, nou, ik heb zoveel accounts, maar dat betekent niet dat achter die accounts ook mensen daadwerkelijk aan het handelen zijn. Dus bij ons, er zijn twee dingen, maar dat is dus een luxe positie, dat we hebben geduld. We hebben een relatief laag kostenniveau. En we houden vast aan onze waardes. En die waarde is dat je alleen vanuit intrinsiek gemotiveerde gebruikers daadwerkelijk tot succesvol platform komt. Dus ik heb ook
een poolstrategie. En die poolstrategie die houdt in dat wij natuurlijk mensen informeren en verleiden om te gaan delen. Maar als ze er nog niet aan toe zijn of de nutten nog niet van inzien, mm-hmm. ja, dan laten we dat ook los. Ja. Dus wat we kunnen doen is zeggen, oké, jongens, doe er je voordeel mee. En dan zien we wel wat er gebeurt. Hoe we die lokale markt activeren, dat is eigenlijk op dezelfde manier zoals onze organisatie is ingericht. We hebben gezegd, luister, wij willen eigenlijk werken vanuit een netwerkorganisatie, vanuit zelfstandige ondernemers die gewoon een toegevoegde waarde leveren. Niet top-down, want dan zitten we weer met gedrag in de oude economie. Nee, wat je wil is gewoon in alles een nieuwe economie leven. Dus dat betekent dat mensen gewoon vanuit vertrouwen en vanuit verantwoordelijkheid hun dingetjes kunnen doen. En wat wij zoeken, nu per 393 gemeenten zijn, eigenlijk de community managers. Dat zijn lokale professionals met een gevoel voor duurzaamheid, die een netwerk hebben in hun stad of in hun dorp of in hun gemeente. En die dat netwerk activeren om een ronde tafelbijeenkomst te hebben, een kick-off bijeenkomst. En dat zijn meestal dan een kick-off bijeenkomst van organisaties als de bibliotheek of lokale organisaties of sportverenigingen die bij elkaar komen en zeggen, goh jongens, dragen jullie dit idee? Ja, dat dragen wij. En kunnen we nu vanuit deze basis, kunnen we dan nu proberen om met elkaar de mensen en instanties in deze gemeente te activeren om te gaan delen. Nou, en dat is een proces waar dat ook lange adem heen nodig mm-hmm. heeft, want vind ze maar, die lokale professionals. Die, ook de juiste. En de juiste, ja. die wat tijd en aandacht daaraan willen geven. Want je moet wel wederom intrinsiek gemotiveerd zijn. Ja. Dus ook daar hebben we wat tijd nodig. En dan zie je ook dat in sommige delen van het land mensen daar wel aan toe zijn en anderen nog niet. Ja. Nou, dat moeten we gewoon even laten, ja. Want het is zo'n fundamentele transitie, dat kan je niet. Je kan het wel willen, maar en dat is natuurlijk ook dat een beetje mijn visie op mensen en maatschappij, een beetje laissez-faire, ja, dan moet het laten gebeuren. Je kan sommige dingen niet versnellen, omdat jij dat belangrijk vindt. Want wie ben jij dat mensen daarin mee moeten gaan? Ja. Dus je moet dat tijd geven. Nou, goeie. En zij krijgen een marge op van de commissie of iets ja, in die richting? Ja, die krijgen, we hebben afgesproken dat de community managers, die krijgen een bruto vergoeding, of een vergoeding eigenlijk van gelijk aan 25% van de omzet die in hun gemeente wordt gemaakt. Mm-hmm. In de heel Nederland deelt hebben we afgesproken dat alle transacties onder de 10 euro die zijn vrij. Mm-hmm. Mensen kunnen ook gewoon met elkaar handelen en buiten het platform of buiten het platform om transacties sluiten. Ook al wordt geld gegeven, dat maakt mij allemaal niet uit. Maar doe je het via het platform en de waarde daarvan is meer dan 10 euro, dan draag je 20% af van service fee. Ja. En daarvan is dan weer 25% voor de community manager. Ja, en ik kan voorstellen, zo'n community manager die investeert, die valt zeker in het begin, hè, die is ook mee aan het bouwen. Dus waarschijnlijk zal het in het begin een stuk minder interessant zijn financieel dan wanneer het eenmaal staat. Is ook een mogelijkheid dat ze ook meedelen in een stukje eigenaarschap daarvan, omdat ze uiteindelijk ook deel zijn van het grotere succes van heel Nederland deelt? Ja, dat kan op termijn. Nu hebben we gezegd, wij hebben de investering gemaakt. Dus we geven jou gewoon de ICT, we geven jou alles. Hè, ook ondersteuning in marketing, communicatie, hoef je helemaal niks voor te doen. Het enige wat jij moet doen is een paar uurtjes per week jouw bestaande netwerk activeren. Ja. Nou, dat is gewoon arbeid. En ik kan mij voorstellen dat op een moment natuurlijk dat die deeleconomie succesvol is en dus succesvol is geactiveerd, dat we daar dat we die mensen ook een stuk aandeelhouderschap geven. Hoewel ik ook in de samenwerkingsovereenkomst een regeling heb opgenomen dat mocht de samenwerking eindigen na 3 jaar, er nog een soort van bonus wordt uitgekeerd of een beëindigingsvergoeding wordt gegeven. Ja, oké. Dus dat mensen eigenlijk met een terugwerkende kracht alsnog extra worden beloond voor hun ambassadeurs. Dus dan krijgen ze niks met percentage over de gemiddelde omzet over de afgelopen periode. Ja. Dus wat ik belangrijk vind is dat als je in de nieuwe economie actief bent, moet je dat doen met nieuwe waarden. Mm-hmm. En dat betekent dat je ieders rechten en verplichtingen in feite, of iemand moet geven wat hem toekomt. Ja. Dat is superbelangrijk. Ja, eens.
En eigenlijk als je kijkt naar jouw manier van werken, ben je ook heel erg van het faciliteren en vervolgens loslaten. En het vertrouwen dat ook anderen daar ook verder het juiste mee doen. Als je kijkt richting die transitie, daar heeft de overheid ook een rol in. Nou, ik weet dat je er ook een mening over hebt. Dus hoe zie jij de rol van de overheid in deze transitie? De rol van de overheid is superbelangrijk. Maar ik hoop ook dat ze begrijpen aan welk spel ze deelnemen. En dat ik heb de indruk dat niet altijd het geval is. Maar dat maakt verder niet uit. Dus in mijn idee is dat dus die transitie die we zien naar meer zelfrule, dat per definitie inhoudt dat de rol van de overheid in de samenleving vermindert. Dus als de mensen zich beter gaan organiseren, zelfstandiger worden, dan kan de overheid terugtreden. Ja. De huidige bestuurders, die hebben natuurlijk wat moeite mee. Is ook logisch, want het is gewoon een verdienmodel. De publieke sector is een verdienmodel. Ja. Dus sommige mensen die willen dat gewoon in stand houden tot in de lengte der dagen. Want dat is hun verdienmodel, dat is logisch. Wat je ziet, is dat met name vanuit de Rijksoverheid er dus heel veel positieve aandacht is voor die transitie naar duurzaam ondernemen. Dus die Rijksagenda circulair ondernemen, nou, dat is daar nemen wij ook aan deel. En dat is echt bedoeld om handvatten te geven, inhoud te geven van die transitie. Dus dat is heel positief. Alleen de onderliggende consequentie daarvan is natuurlijk dat de markt zich wegbeweegt van de overheid. Mm-hmm. Dat zijn hele positieve dingen. Wat met name ik negatief vind, is dat, en dat is een voorbeeld van steden zoals Amsterdam, Barcelona, New York, San Francisco, dat die zich toch onder de lobby van gevestigde belangen, dus in dit geval de hotelsector, mm-hmm. Dat zij zeggen, dat Airbnb, het zal allemaal wel, maar niet meer dan zoveel dagen per jaar mag jij als huiseigenaar of appartementeigenaar jouw huis verhuren. Mm-hmm. Nou, dat is in feite een beweging tegen innovatie, want als we zeggen, innovatie is goed, dan moet je dat ook eigenlijk de kans geven. Mm-hmm. En wat niet belicht wordt, is dat in die hele discussie, is dat, hè, als je kijkt naar Airbnb, dat heb je ook gezien rondom die low-cost carriers, hè, de Ryanair en de EasyJets, is dat het voor heel veel mensen heel makkelijk is geworden om zich van A naar B te begeven, naar bijvoorbeeld Amsterdam. Daar konden ze eerst niet komen, want het was duur. Nu is het goedkoop. Je krijgt dus mensen in jouw stad voor wie het een cadeautje is om daar kennis van te nemen, om naar het Rijksmuseum te gaan of om de grachten te zien of om wat dan ook daar mee te maken. Dat leidt ook weer tot een soort van groeiende bewustwording bij die mensen, mm-hmm. emancipatie. Mm-hmm. En jij zegt, ja, maar ik vind dat toch eigenlijk geen goed idee. Ja, en daarmee belemmer je een ontwikkeling. En dat is de ontwikkeling dat steden, bijvoorbeeld in Europa, een andere functie krijgen dan wonen. En meer een functie krijgen van beleving of als ontmoetingshub voor een internationaal geglobaliseerde samenleving. Nou, dat moet je eigenlijk faciliteren. En ja, het is natuurlijk heel vervelend voor diegenen die dan zo'n stad besturen of in zo'n stad wonen. Van ja, willen we dat wel? Ja, hey, maar waar leidt de innovatie naartoe? En is het niet mooi dat er een aantal hubs in de wereld zijn waar geglobaliseerde millennials elkaar kunnen ontmoeten? Ja. Dus dat is natuurlijk de strijd in die hele samenleving tussen diegenen die verandering eigenlijk met bepaalde septes bekijken. En die mensen zeggen, ja, je moet het omarmen. Innovatie is een constante. Ja. Dus ga je er nou niet tegen verzetten, maar beweeg mee met innovatie. En dat is wat in sommige steden nu niet wordt gedaan. Ja, ik ben het deels mee eens. Want ik denk, uiteindelijk geloof ik ook wel in dat zo'n transitie moet je ook wel een stukje begeleiden. In de zin van de een of andere dag 180 graden omdraaien is van niemand goed.
En ik denk uiteindelijk ook, kijk, waar een platform, die zeker de grote platformen die natuurlijk redelijk VC-funded zijn, oftewel die kijken ook heel erg naar korte termijn. Een platform heeft bijvoorbeeld Airbnb, heeft natuurlijk als stakeholders vraag, aanbod en zijn eigen platform, zijn eigen mensen. Waarbij natuurlijk een samenleving veel breder. Ja, dus uiteindelijk als bijvoorbeeld innovatie is dat jij 350 dagen per jaar dronken Engelsen naast je hebt en daardoor moet gaan verhuizen, als dat de enige optie is. Dan denk ik uiteindelijk dat we soms wat breder moeten kijken naar van oké, wie zijn alle betrokken stakeholders en wat zijn hun belangen, dan zozeer alleen naar de belangen van de stakeholders van een platform. En daar zie ik in Amsterdam een hele interessante discussie gaande. En is hetgeen wat ze nu doen de beste oplossing? Nee. Maar het feit dat de discussie er is, vind ik al een positieve uitzondering. Natuurlijk in heel veel andere gebieden wordt die discussie niet gevoerd. Dus ik kan me voorstellen dat je ook toch een iets meer genuanceerde afweging moet maken, ook rondom de stakeholders die niet direct bij het platform betrokken zijn. Omdat je uiteindelijk ook op lange termijn misschien een samenleving andere doelstellingen heeft dan de markt. En daar zit natuurlijk altijd een bepaalde frictie tussen. Ja, dat kan. Dat is wel mijn mening. Ja, precies. Eigenlijk te zien, denk jij daar anders over. Nou ja, kijk, dus zo'n Airbnb of Uber, er wordt constant gezegd, ja, naar die Amerikaanse mentaliteit en hoe het dan gefund is. Nou, Uber laat ik even buiten beschouwing. Dat is gewoon een taxiservice. En ik, vanaf het begin af aan heb ik gezegd dat ik het gedrag van de bestuurders van Uber, zal ik maar zeggen, niet echt heel erg handig vindt. Mm-hmm. En want als jij een taxiservice wil introduceren overal ter wereld in een markt die tamelijk gereguleerd is, ja, dan moet je vanuit meer verbinding dan met de lokale overheden aan de slag dan mm-hmm. zoals we nu gedaan hebben. Ja. Het gevolg zie je, mm-hmm. dat die organisatie verrot is qua moraal en dat er ook heel veel weerstand is bij bestaande gemeentes en bij taxibedrijven. Oké. Bij Airbnb is dat anders natuurlijk, want dat is werkelijk deeleconomie. En het succes van Airbnb zit hem niet zozeer in die mensen daar in Silicon Valley, maar het succes van Airbnb wordt gemaakt door de aanbieders van slaapruimte, appartementen en de gebruikers daarvan. Dat is echt het succes van Airbnb wordt gemaakt door de community. Van mensen die van dat platform gebruik maken. En daar moet je naar kijken. En daar zit de winst. Dus de winst zit er maar in dat er schijnbaar voor heel veel mensen in het verhuren van hun woning, tijdelijk verhuren, heel veel positieve incentives zitten. Ja. Er zijn de positieve incentives voor mensen die daarin willen zitten, die daar gebruik van willen maken in plaats van in een hotel te zitten. En ja, dat die overlast, dat is misschien de overlast van de euforie. En dat bepaalde groepen zich nu via Airbnb een stad kunnen bezoeken. Maar het is nog maar de vraag of na die euforie er gebruikers komen die wat rustiger gaan gedragen. En het is natuurlijk ook nog de mogelijkheid dat en het platform zelf, maar ook de aanbieders van appartementsruimte tegen hun gebruikers zeggen, ja, doe even normaal. He, dus dan heb je wat meer zelfregeling. Dus ik geloof in die ontwikkeling ik geloof in die zelfregeling, daar moet je aan vasthouden. Ja. En want op het moment natuurlijk dat de overheid in feite die euforische ontwikkeling van ik kan naar Amsterdam toe gaat belemmeren, dan stel je eigenlijk die omslagpunt naar verantwoordelijk gedrag stel je weer uit. Mm-hmm. En dat is constant wat ik bedoel met als jij interveneert, dan, maar dat geldt in feite ook in alle opzichten, ook in de privélevens van mensen. Als jij gaat interveneren in iets wat onvermijdelijk is, dan stel jij die onvermijdelijkheid uit. Ja. En dat doet in feite de politiek nu ook. Gemeentebestuur, kijk, de redenen zijn allemaal begrijpelijk en logisch, maar dat is al 200 jaar het geval. Hè? Want er is altijd wel redenen te bedenken waarom je een bepaalde ontwikkeling moet belemmeren. Nou, veiligheid en rechtvaardigheid. Maar
je stelt uiteindelijk het uit. En ik zeg, in die nieuwe economie gaat het erom dat je dus mensen helpt of mensen faciliteert om innovatie en veranderend gedrag en duurzaam gedrag, mm-hmm. dat je dat zoveel als mogelijk toestaat. Ja, maar wat jij zegt, even kort samenvat, is de ommekeer is onvermijdelijk. Right. Dus laat het los, doe het misschien op korte termijn even meer pijn, maar onder een streep minder. En heb vertrouwen in dat ook de goede kant op gaat. Ja, en dat is een heel ander geloofssysteem dan het geloofssysteem dat we dagelijks in de media horen. Want of je nou naar BNN Nieuwsradio luistert, naar Nieuwsuur of naar de NOS of welk debatje, het zit altijd iemand tussen die zegt, ja, maar de overheid en dit en dat moet zussen me zo reguleren. Ja. Dat is de battle ook dus tussen belief systems. En nogmaals, dat heeft te maken met die hele transitie van top-down naar bottom-up. Dus we zitten niet alleen in een hè, zoals Jan Rotman zegt, we zitten in een niet zozeer in een tijdperk van verandering, maar in verandering van tijdperken. Mm-hmm. En die verandering van tijdperken gaat ook gepaard met een verandering in normen en waarden. Ja. Dus die transitie is zo fundamenteel dat, ja, het is in or out eigenlijk. Maar het is ook onverenigbaar, ja. Want er is niks hybride tussen top-down georganiseerde samenlevingen of zelforganiserende samenlevingen. Ja, maar daarom denk ik dat het juist wel goed is dat er verschillende stemmen zijn. Hè? Mensen die zeggen, laat het los of helemaal niet, hè? En alles ertussen. Want je juist ook door de discussie uiteindelijk tot een betere eindresultaat komt. In ieder geval, dat is in ieder geval dan maar mijn vertrouwen. Even kort, want voor mij zijn we al een lekker op weg. Mooi gesprek. Als je kijkt weer even terug naar Flow2 en heel Nederland deelt. Wat zijn de ontwikkelingen waar jullie de komende, het is nu juli, het komende half jaar de meeste focus op gaan leggen? Er zijn gelukkig een aantal projecten die nu van start gaan. We hebben voor Flow2 hebben we nu twee projecten in Australië, één in Adelaide. Waar ons platform wordt ingezet om lokale bedrijven aan het delen te krijgen. Dat ook in het kader van door de overheidsprogramma waarin bedrijven meer naar die circulaire economie worden gebracht. Mm-hmm. En in Brisbane, bij Great Barrier Reef, hebben we nu een project waar eigenlijk op kleinere schaal ons platform wordt ingezet om ook met name in de retail en hospitality, bedrijven aan het delen te krijgen. Ja. Nou, in Nederland worden nu een aantal deelmarktplaatsen, of met name interne deelmarktplaatsen, uitgerold voor grotere zorgorganisaties. Dus dat is heel positief. En wat betreft heel Nederland deelt, we doen wat we kunnen om, laat ik zo zeggen, die lokale platformen te activeren. Maar nogmaals, we moeten vasthouden aan ons idee dat eigenlijk moet gebeuren op lokaal niveau. Dus we hebben die mensen nodig. En als ze zich niet aanmelden, dan moeten wij geduld hebben. Ja. En wachten totdat er wel iets gaat gebeuren. Maar ook daar zijn een aantal lichtpuntjes. Hè, de samenwerking met de bibliotheek in Eindhoven. We hebben de samenwerking met de bibliotheek in Meijerijstad. Dus Ude, Veghel en Schijndel, geloof ik. Mm-hmm. Op het moment dat natuurlijk ook de bibliotheek wordt geïnvolveerd in dat in dat lokale delen, ja, dan heb je misschien ook zomaar iets te pakken. Ja. Dat geldt ook voor samenwerking met kringloopbedrijven in Nederland. Kringloopbedrijven kan natuurlijk ook een hele belangrijke motor vormen voor de lokale deeleconomie. Ja. En we zijn nu bezig om met hun te kijken hoe we kunnen samenwerken. Ja. En verder kijken de toekomst over 5 jaar. Kijken op zich misschien een lastige vraag voor iemand die dingen graag loslaat. En ook vertrouwt dat het zijn eigen tempo neemt. Maar toch, wat zei je over 5 jaar? Stel, we spreken elkaar over 5 jaar. Waarschijnlijk spreken we elkaar over een maand alweer met een ander verhaal. Wanneer zou je zelf echt gewoon super blij en tevreden zijn als wat is goed over 5 jaar? Nee, dus ik heb laatst nog een update geschreven voor onze investeerder, hè, over de periode van eigenlijk 2016 en daarvoor, of 2015 en daarvoor. Nou, dat was de periode dat we het erover hadden. 2016 is het jaar dat we erover gingen nadenken. Ja, we moeten eigenlijk, ik weet het nu wel, maar ik moet nu in de actie komen. Mm-hmm. 2017 is het jaar dat die eerste stappen naar actie worden gezet. Je ziet dat ook bij de Groene Zaken, bij NVO Nederland, die gaan samenwerken.
Want we hebben het er wel over gehad, maar we moeten nu echt zorgen dat onze achterban in de actie gaat om dat duurzaam handelen in hun bedrijven te gaan doen, te activeren. Dus die kanteling is ingezet. Dus over 5 jaar is het in ieder geval in de koplopende landen, zoals Nederland en Australië, en ook in Scandinavië is delen of circulair handelen een voldongen feit. Ja. En over 5 jaar denk ik dat ik interviews heb met mensen zoals jij, maar dan in de rest van de wereld. Mm-hmm. Want ook hier geldt dat, hè, je hebt eerst de tweede, derde wereld of ontwikkelde, minder ontwikkelde landen. Ook hier geldt dat elk land op zijn moment circulair handelen gaat omarmen. Ja. Dus dit heb ik altijd gezegd, dit is een project voor de rest van mijn leven. En, ja. Vind ik ook leuk. Ja, nou mooi. Hey, dank je voor het gesprek. All right, dank je wel. En succes.